Hallo, zo ben ik Zeeber, ik ben zo bij een game, en naast me zit je. En dit is my boyfriend, deel 8. En we hebben op internet gezocht op een forum en we zijn achtergekomen dat op een sportveld te komen hebben wij elegante kleren nodig. En shit. En als een kort rokje niet werkt, een lange broek. Dus we doen een lange broek aan. We hebben de elegante lipstick gekocht, we hebben het elegante petje en de elegante schoenen. Dat moet helemaal goed komen. Als het goed is, gaan we nu het sportveld op. Ja, want wij hebben nu in onze vrije tijd hebben dit spel gespeeld door die kleren te kopen. Goed hè? Ja, we hebben een klein beetje gehackt. Sorry dat jullie dat allemaal gemist hebben, maar het was zo leuk was het niet. Ja, het duurde zo allemaal zo lang, dus we hadden het maar gedaan. Ja, want anders zaten we weer 20 delen vast en waren we 20 delen lang in level 1. Zo, nou. Dus ja, we hebben het gedaan om jullie tijd te besparen eigenlijk. Dus bedankt ons maar. Ja. Met een thumbs up. Nou moet het gedaan zijn. Ah! Loop je de verkeerde kant op? Nee hoor. Oké, eerst de poep. Alles gaat voor poep. Zit er altijd weer hetzelfde poep op of zit het altijd op andere plaatsen eigenlijk? Dat moeten we uitzoeken. Poepinspectie! Het dak is lastig. Schiet je heel snel uit. Ja. Oh, ik ben een beetje uit vorm hoor. Ja, zie je meteen, die poepwashand die... We hebben al een tijdje niet meer gespeeld. Een week geleden of zo? Niet dat je denkt dat we dit allemaal op één dag hebben opgenomen. Nee, dit is alweer een week geleden. Ja, het leven is hard hè. Jur, trouwens, Jur heeft heel veel kleren gekocht, zie je. Zijn kleedgeld is helemaal omlaag, we hebben nog maar 89 euro. Uh-oh. Moeten dus veel honden uitlaten en veel poep wassen. En het gaat je bijna lukken hier. 12 seconden. Het gaat je misschien lukken. Daar nog. Daar. Ja, ik zie het. Ik zie het. Oh, hij is schoon. Oh, nee, ik ga nog geld bij gewoon, hè. Yeah. Waarom krijgen we een smiley? Nee, dat kan niet. Met geld verdienen krijg je geen smileys. Okay. Oh mijn god, ik heb alle poep eraf gewassen. Hier zit nog een beetje. Nee, hoor, dat zien we niet. Maar het handvat. En op het ruisje. Op het ruisje. Nee hoor, helemaal niet. Nee, dat was een zonnepoep. Hiro is weer die random chick. Ga even met onze vriendin. Praat met je PFF dan. Oh ja, is goed gast. Hoe kom je die witte jas? Oh, heb ik al gehaald. Ah joh. Ik weet het niet. Mijn moeder zegt dat wit veel te besmettelijk is. Omdat je hem dan elke keer moet wassen. Ja, nou wen. Zoals jullie horen hebben wij chips. Ja, zelfs wij eten shit. Wij zijn mensen, wij eten de chips. Ja. En we spelen My Boyfriend. Oh echte ja. Echte mannen spelen My Boyfriend. Er werd ons verteld om meer hartjes te pakken. Waarom? Dat zijn pijken. We misten te veel hartjes. Ja. Een van onze... Eventjes... We luisteren onze fans. Equipe reageerde. Verzamel meer hartjes. En blauw is nog steeds groen. En nog steeds, net als iedere video, heb je een beter game? Lief een comment. Ik heb al gehoord dat iemand noemde GTA San Andreas op. Jur, die is daar nogal tegen. Nee hoor. Oh, misschien gaan we GTA San Andreas Ik heb het heel veel gespeeld in mijn geschiedenis. Race-spelletjes ook opgenoemd via Twitter. Dus ik ga waarschijnlijk niet voor Speed Most Wanted doen. En Jur gaat misschien Dirt spelen. Yeah. Dirt 3 of zoiets. Ja. Yeah. Ik heb hier ergens liggen als het is. Vandaag om mijn werk had iemand een hele grote berg oude spelletjes meegenomen. En zei, neem maar mee. Dus ik heb nu E.T. geloof ik. Harry Potter en WK's werkbal. Oh yes. Het geheim van Dracula. En de alleroudste Prince of Persia, waar ik dan best wel bij me ben, maar dat is vast een vette gameplay. Dus Prince of Persia 1 eigenlijk. Volgens mij heb ik die voor mijn Xbox, voor mijn oude Xbox had ik die. Oh ja, en ik heb ook James Bond Nightfire heb ik nog bemachtigd. Voor de computer, dus dat ga ik waarschijnlijk ook nog spelen, maar dan ga ik misschien LAN of zoiets. Via het web. Proberen. Ik heb even gekeken, maar het zag er best makkelijk uit op LAN. Je kan heel makkelijk alles instellen, hoeveel mensen je wil en hoeveel bots je wil en zo. Het zag er nog wel goed uit. Mm-hmm. En ja, we moeten het werkend zien krijgen. We zijn nu dus op weg naar het sportveld, want we gaan eindelijk het sportveld erop. Mm-hmm. Ik word hier zo blij van je. Dat zonnetje ook nog steeds. Ik word eigenlijk heel gefokt. Dat zonnetje. Oh die, ja, we gaan echt dood zo meteen. Ja, ik weet niet hoe dat komt. Misschien is het wel slaap. Slaap? Rust, slaap. Nee, wat heeft dat met de zon te maken? Ik weet niet. Zonlicht. Misschien de wisseling tussen dag en nacht. Fotosynthese. Ik kijk een video over Minecraft, over de Moon Mod. En die vent vond het heel raar dat je vanaf de maan... Oh! We zijn er! We zijn binnen! Dat je van de maan kon zien. Dus ik had een comment achtergelaten. Nou, misschien is Minecraft wel net als de planeet, net als Mars en vele andere planeten, heeft hij meer als één maan. En dat verklaart waarom je dit vanaf de maan kan zien. Vond ik heel mooi. Ik denk dat je liefje net onder de douche staat. Mooi. Praat met die faggot. Hey. Daar staat de beste vriend van de captain van het voetbalelftal.
Vraag het maar. Vraag okay. Maar aan hem. Waar is daar? Ben jij dat? Die pet die je op hebt, had ik al in de winkel gezien. Waar is mij te doen? Noep, ga auto's wassen of zo. Jemig, zoek een baan. Rick, hij was 5 euro, je moet hem begrijpen. Niet echt welkom hier, dat is 2, dat is al 1 derde auto. Hier, hij zegt dat als we een afspraak hebben, dat, het dan wel, dat je dan hier wel mag komen. Hallo, jij bent toch nieuw hier? Stem komt me bekend voor. Oké, okay, we moeten dus zeggen dat we een afspraak hebben. Ik heb een date met een jongen van het voetbalelftal. Ja. Yeah. Welke sport gaat nou uit bij een meisje die eruit ziet als een onsportieve plumpudding? Nou, nou wat gemeen. Als ik zeker weet dat je niet... Sunny, je bent fucking... Kut! Oké, we moeten hier de... Oh, ik denk dat we moeten sporten. Ja. Tot ons sportniveau hoger is, zodat hij ons accepteert. Ik denk dat dat is wat we moeten doen, je. Balletje trap. Oh, Sunny. Hou hem in het blauw. Hou hem in het blauw! Oké, dit is heel raar. Elke keer als ik pijltje naar links doe, dan gaat hij ineens heel ver naar links. Dat hoort er misschien wel bij, je. Ik snap echt niet dat meisjes van... Ach, dit spel... Smiley face! Oh yeah. Is de sport allemaal gegaan? Ik ga kijken. Oh sport. Ja, oké, okay, we gaan sporten ja, wat hoger doen. We moeten even over het midden heen, dat die groen is ofzo. Ja. Nog een keer, jeur. Oh, kunnen we ook hier gaan sporten ofzo? Nee, alleen hartje bak. Ah, voor pijken. Deze is voor jou. Oh, dat ik nog een mis. Alleen, hè? Alleen hartje is voor pijken. Jur, ga nog een keer hoog houden dan. Ja, dat duurt dan weer even voor je dat kan weer komen. Oh, dan gaan we ondertussen even skaten ofzo. Skate is sport? Denk ik voor rebellie. Ja natuurlijk, want echt rebellen skaten natuurlijk. Van, niet sporten, we gaan skaten. We gaan het proberen. Ik ga het alsnog wat doen. Kijken of er iets is voor rebellen. Nee. Ja, dat is originaliteit denk ik. Niet freestyle dan. Lijkt me logisch dat het voor freestyle gaat. Hoe hoog heb ik mijn freestyle al hoger dan? Want ik heb wel eens geskate. Ja, dat zou ook kunnen. Gaat het ook weer omlaag dan denk je? Vast wel. Hé, hey, Jurgen, hartje. Pik het hertje. Oké, dit is zo spannend. Zo'n deze playthrough. Oké, okay. Oh dit is weer hetzelfde. Oh, oh rustig. Huh? Nah. Oké, okay, ik werd geowned door lag. Lag. Dus op joepie. Huh, wat? Zie je? Excuse me. Ik wil excuseer. Volgens het spel ga ik al eraf, maar ik ga niet af. Oké, okay, dat was de raarste smiley face ooit. Ja. Ja, daar krijg je dus niks voor. Niet, is de sport niet omhoog gegaan dan? Nee. Hé, hey, wat is dit voor huisje? Konden we hier eerst ook al in? Misschien is het wel de douche. Gaan we ons naakte vriendje tegenkomen? Oh. De biep! Boeken! Oh cool, maandje. Baantjes. Autobassen. Hoe kunnen we dat nou niet het hoogste hebben? What the fuck? 1 euro? Wat betekent dit? Geen idee. Een café helpen. Waarom krijg je 50 cent voor een baantje? Ik snap dit niet. Oh, als je... Kijk, als je sportlevel 1 is, krijg je dit. Okay, dit, heb je, oh, dit heb je ervoor nodig om die baan te kunnen krijgen. Ja, 50 cent. Nee. Ja. Ja, nee. Ja. Moet ik even kranten bezorgen, moet je heel veel kennis hebben. Blijkbaar. Ik ben best slim en ik bezorg kranten. Als je wilt weten dat ik hoe slim ik ben, kijk dan de Weekend Millionaires video's. Okay, en dan de bibliotheek, boeken uitleen. Zullen we Twilight lezen? We moeten iets waardoor we meer over voetbal weten. Nah, fuck. Girls, zullen we de girls lezen? Nee, dit is allemaal voor kennis. Oeh, kennis. Op PC. Oh. Gaat ze nou porno kijken of zo? Ik weet niet, wat doet ze? Waarom kijkt ze fucking naar het bureaublad? Wat is het te zien op je bureaublad? Een hoop. Een hoop. Een bergje. Het is geen hoop, dat is een berg. Misschien kunnen we nu ook in het sport anusje. Gebouw. Anusje. De sport anus. Oké, waar kunnen we nog meer hartje sporten? Hoehoe. Huh? Oh, restyling! Woehoe! Nee. Waarom zijn we opeens thuis? Oh, het is te laat. We zijn thuis. Het is 12 uur geweest. Oké, okay, ik wil slapen. Nou, zullen we een psychotest maken hier? Nee. We moeten toch een keer alle psychotesten maken. Zwaan, hebben we ook niet nodig. Even een chipje pakken. We zijn nog nooit in die kamer geweest, hè? De badkamer. De badkamer, dat hoop ik. Ik hoop het wel voor je. Er is hier echt niks interessants te doen. Wat heeft mama te vertellen? Zeg, zou jij niet weer met je vriendin en haar vader gaan vissen? Oh ja. Heb jij wel eens een levende regenworm vastgepakt? Dat is echt... Skip.
Kom, we gaan met papa praten. Over boomhutten. Ja, boomhut. Pap, hoe maak ik een boomhut? Zeg pap, maak je een boomhut? Oh yeah! Je begint met de vloerplaat. Heerlijk. Die bevestigt op de boom. Oké. We moeten erachter zien te komen hoe we dit doen. Hoe we... Oh, het hindernisparcours. Waarom? Sport. Toch ongeveer. Dit is een nieuwe dag. Kunnen we opnieuw voetballen? Ja, dat kan ook. Maar we kunnen ook even dit doen. Hé, wat is in het midden van het park? Wat is daar te doen? Zijn er niet nog steeds onze vriendin op ons te wachten? Nee, dat is ontspannen. Gaan we onze poes strelen? Nee, dan ga je zitten en dan ga je niks doen. Cool, daar ben ik goed in. Dat is een van mijn hobby's, zitten en niets doen. Nou, ja. Je pak het laatste hartje dan, dan kunnen we een veel sprintje in stylen. Oké, Rick. Ja. Doe normaal, man. Dat was mijn blij geluidje. Dat is, ja, hij is wel mooi, hè? Van die mascara blush op en Zix. Ken je die gozer van Movie Makers TV? Nee. Ken je dat niet, Movie Makers TV? Dat zegt me wel iets. Ik ga hem. Oeh. Oeh. Nee, ja, mag geen pet op. Ik ga hem op die dude van Movie Makers TV laten lijken. Wie is Movie Makers TV ook alweer? Geef me een hint. Ken je dat niet? Zo is een fucking grappig. Ja, hij heeft ook zin niet. Zo is, wie is Movie Makers TV hier? Ik zal het je zo wel laten zien. Ja. Jullie kunnen het opzoeken. Ik wil trouwens even terugkomen op die keer met Half-Life 4 dat je zei dat je een aankondiging had. Dat heb ik je daarna nog verteld. Helemaal niet. Dat ben je alleen maar vergeten. Als ik op mijn mobiel zat, heb ik het waarschijnlijk niet gekregen. Nee, daarom zit je dan ook op je mobiel. Zo. Ik weet niet. En wat was het? Ja, dat... Ik ga dat niet aankondigen, dus dat doe ik niet. Oh, oké. In een video. Er is niets aan het handje, mensen. Nee hoor, ik verzin weer dingen. Ik zie dingen. Delusional. Helemaal niet gek in mijn hoofd. Ik doe helemaal alsof. We gaan meteen weer sparen voor nieuwe styling. Loop door het parcours. Op sommige... Ja, zonnetjes omhoog gaan. Overal chips op het koeksebot en zo. En op mijn arm. Wat nog smeriger is. Nee, het heeft alleen maar in mijn mond gezeten. Oh god. Je bevecht de draak. Dat is echt heel erg. Ja, nee! Ze hebben, ze hebben best wel lekker kontje in deze broekje, dat moet je toegeven. Oh, freeze. De kontje komt er wel beter uit in dit broekje hier. Ik heb het gehaald. Ga je nog geen commentaar geven op het kontje? Nope. Strakke bibs. Ik probeer cool te blijven voor de vrouwelijke fans, weet je wel. Oh! Oh! Woehoe! Kom, we gaan nog voetballen! Hé, hey, kijk, er staat hier een tekentje. Een tekentje nog, maar dan krijg je meer informatie over je vriendje of zo. Oh, yes. Sekskunde. Oké, zullen we nu gaan voetballen en dan met die fan praten? Ja, dat kunnen we proberen. Duw. Rennen! Chips. Chips en rennen. Oké, ik denk dat we even met een vriendje gaan, even één keer gaan voetballen. Met een vriendje praten en moeten stoppen met een video, denk ik. Oké. Want ja, we willen geen 30 minuten video's uploaden 24/7. Mag zoals wel. Zoals Minecraft en zoals zo. Minecraft deel 3. En ja. Die ik hopelijk morgen ga uploaden. Morgen? Ga je deze vandaag uploaden dan? Nee. Nee. Het is ook weer zo leuk dat wij dingen niet uploaden omdat we lui zijn. Maar. Meer moet onze computer lui is hoor. Dit is wel leuk. Jullie kijken dit nu. En ik zeg dat ik iets morgen ga uploaden. Terwijl deze later staat, opstaat, als wat ik ga uploaden. Ja, dat probeer ik net te zeggen, ja. Nee, maar jij zei het niet, je zei iets heel anders. Dat klopt. Ik ben verkouden. Ik ben zo verkouden. Ah. En die Pedro staat er weer. Ja, Pedro staat er altijd. La la la. Dan gaan we eerst nog een keertje voetbal of zo met hem en die pik gaan praten. Voetballen, denk ik? Ja, gaat de sport. Dan komt hij misschien in het groen. Dat zou fijn zijn. Waarom heeft het voetbalteam een of andere bodyguard goon er staan, weet je wel? Hij staat er nog steeds inderdaad. Je helm met groen, helm met blauw. Wat dacht jij dan dat hij alleen maar daar stond om ons tegen te houden? Ja, denk het wel.
Het is gewoon haten hier. Want er zijn zoveel mensen die zonder toestemming het voetbalveld op willen. Ja, want dat zijn alle coole mensen, weet je wel. Oké, maar kijk de sportlevel. Oké. Eerst je sportlevel. De fuck, het lijkt wel bijna omlaag. Hallo, jij bent toch nieuw? No. Oh. Bezoeker. Date met een jongen van het voetbalelftal. Dus je denkt dat je niet dat de categorie meisjes hoort die er als een onspelletje uitziet. Oké, okay, laat maar eens zien wat je. Yes. Oh. Nog een keer voetballen. Maar omdat ik nu beter ben geworden. Ik vind het wel leuk dat alle meisjes. Het is wel waar, alle meisjes zijn onspelletje plumpuddingen. Hey. Ook die meisjes die goud winnen op de Olympische Spelen, allemaal onspelletje plumpuddingen. En die Chinese meisjes met mega spieren en okselhaar die meedoen aan turnen en zo. Dat zegt hij helemaal niet, Drake. Dat zijn de grootste plumpuddingen van allemaal, je. Ja. Oh, oh! Woehoe! Dat was goed. Jammer dat niemand van het elftal je gezien heeft. Die zijn allemaal. Wat doe je hier dan nog? En binnenkort is hier weer ons. Doen vatten! Ik nodig dat nazi. Maar alsjeblieft, trek een andere outfit aan. Anders val je wel heel. Huh? Nazi! Waar nou drie ons vanuit? Weet ik veel, nazi bijeenkomst. Maar hij nodigt ons ergens vooruit waarvoor we onze normale outfit aan moesten doen. Nee, of misschien nog sportieve kleding. Maar ja, ik denk dat ons vriendje nu bestaat, want die is nu wel klaar met douchen, denk ik. Woehoe! Oké, gaan we dat in de volgende aflevering doen? Doei!